Dames en heren, goedemiddag. 4 uur, zondagmiddag. Hoog tijd voor operatie interview. Ik dacht net bij binnenkomst allemaal nieuwe gezichten te bespeuren. Maar even een snelle vraag. Wie is hier voor de eerste keer? Kijk, dat klopt dus. Dat klopt. Goed dat u er bent. En het lijkt weer een beetje op het oude normaal. Bijna uitverkocht. Dan gaat het weer echt zo'n beetje lijken zoals het vroeger was. We hadden vorige week, 2 weken geleden, hadden we onze eerste aflevering van het nieuwe seizoen. En toen waren er ook al heel veel mensen. Maar ik moet u zeggen, voor ons als makers is dit toch wel weer heel erg fijn om jullie in zulke grote getalen te zien. Voor al die mensen die nieuw zijn, dat is het merendeel van vandaag. Dit is een bijzonder programma. Dat is een beetje gek om dat van je eigen programma te zeggen, maar dat is echt zo. En dat heeft te maken namelijk dat u zo direct alles weet. U weet wie de interviewers zijn, u weet wat ze van plan zijn, wat hun strategie is en wanneer zij het interview wel of niet geslaagd vinden. En de enige die nou net helemaal niks weet is onze hoofdgast. Die gaat zo direct in deze operatiekamer, gaat hij zich laten verrassen A, door de interviewers en B, door het gesprek waar hij zich niet op heeft kunnen voorbereiden, niet weet wie er voor zijn neus komt. De enige die alles weet bent u. Kom binnen, kom binnen. Ga snel zitten. Goed dat jullie er zijn. Welkom. Dat even ter introductie. We gaan dus 3 interviews doen. Dat gaat op 12 minuten. Dat is een eigenlijk wetenschappelijk uitgemeten tijdspanne. In de talkshows is het zo dat als het lange interview, dus als je naar een programma's op 1 of iets kijkt, dan is een 12 minuten is een precies uitgemeten spanningsboog waarin je precies zo'n gesprek kan voeren. We zijn ooit begonnen met 10 minuten. Toen voelden we dat het wel eens wat krap werd. Zijn we een keer nog naar 15 geschoven. Begon het wel eens wat watertrappelig te worden. En nu hebben we hem op 12 minuten gezet. En dat valt niet mee. Want een van de moeilijkste opgaven voor deze mensen, die namelijk nu ergens in dit gebouw zitten, zitten dus 3 interviewers, die zien alles wat hier nu gebeurt, kijken mee. En pas als wij ze bij de deur hebben, gaan we ze aan u voorstellen. In 12 minuten, dat betekent vaak kill your darlings. Want 12 minuten gaat eerder voorbij dan je denkt. En dat betekent dat je eigenlijk 1 grote hoofdvraag moet hebben. Dan kan je nog een paar subvragen eens onderhangen. En als je die echt beantwoord krijgt, kun je toch wel stellen dat het geslaagd is. Ik moet u zeggen, wij gunnen natuurlijk iedereen een fantastisch interview. Maar zelfs het mislukte interview kan heel fascinerend zijn. Want als een strategie na 1 minuut 20 in de soep loopt, dan moet er nog 8,5 minuten geïmproviseerd worden. Levert ook vaak hele mooie gesprekken op. Goed, dat de introductie, dan weet u een beetje waar u aanwezig bent op dit moment, dames en heren. Achter die deur staat onze hoofdgast en ik reken op een semi-spontaan knoerd hard applaus van u. Hij werd geboren in Groningen. Zijn levenspad bracht hem via Maarn, New York, Maarsbergen, Jeruzalem, cultuurwetenschappen in Maastricht en daarna Amsterdam, waar hij zich aansloot bij de Comedy Train. Inmiddels heeft hij 11 solovoorstellingen op zijn naam staan en de 12e is onderweg. Met Paulien Cornelissen richtte hij de podcast Echt Gebeurd op. En dat zijn persoonlijke, waargebeurde verhalen. Hij is satiricus, publicist, columnist, podcastmaker en theatermaker, kinderboekenschrijver, maar vooral toch echt cabaretier. Dames en heren, Micha Wertheim. Wauw. Hè? Ja, dat was voor jou, niet voor mij. Ja, ja, ja. Nou, ja. Ja, kom mee, we gaan die kant op. Ah, daar, ja. Ja. Ga in die hoek zitten. Ja. Dit is niet de operatiekamer. Hier is het nog een beetje ontspannen en kunnen we rustig eens even met elkaar praten. Je scant nu van zijn zaal of je nog... Nou, dus even kijken of ik iemand zie die ik ken. Ja? Kunnen we vrijuit praten? Ja hoor, ja, nee, dat kan sowieso. Ik heb natuurlijk in de aanloop naar vandaag heb ik allemaal interviews van jou terug zitten kijken. Als jij je ongemakkelijk in de interview voelt, dan laat je dat ook wel eens merken aan de interviewer. Mag ik het zo netjes samenvatten? Ja, dat is toch het hele idee van een interview? Dat de geïnterviewde zijn ongemak ventileert op de interviewer? En dat je probeert eerlijk te zijn over de situatie. Ja, dat is het, hè? Hoe ongemakkelijk ook. Ja, dat wordt ongemakkelijk, weet ik nooit zo goed wat ik daarmee moet. Omdat dat kleeft een beetje dan aan mij, omdat ik dat altijd en ontregelen, terwijl dat is helemaal niet de bedoeling. Is dat zo? Maar ik ben blijkbaar niet zo goed in inschatten hoe ik me zou moeten gedragen. Ik heb wel zitten gapen in een televisieprogramma van Paul Witteman, geloof ik. Ja. Maar dat was echt niet omdat ik iets wilde signaleren, maar omdat het... Heel moe omdat was. Ik op een nee, er ging iemand maar door over iets waarvan ik dacht van ja, en ik had me voorgenomen niks te zeggen, want dat werkt ook niet, dus laat ik maar stil zijn. En op een gegeven moment, toen hoorde ik geloof ik Jeroen Pauw zeggen van, zit je nou te gapen? En ja, dat was zo, maar dat was niet een soort plan.
En dat is eigenlijk steeds als dat soort dingen gebeuren. Ik geloof dat ik bij Zomergasten ooit een hommage aan Toon Hermans heb gebracht door een wilde persik te eten in de uitzending. Maar dat was ook helemaal niet een plan. Dat was gewoon een hele vieze catering. Alleen de persiken waren lekker, dus ik had er een meegenomen. En dit duurde heel lang. En toen zag ik op een gegeven moment die persik. Ik dacht, daar heb ik wel zin in. En daarna zei iedereen, ja, dat was echt heel bijzonder. Terwijl, ik had me niet gerealiseerd dat dat heel vies klinkt met die microfoon. Ja. Maar even één stapje terug. Je zegt dat ja, er plakt dan soms een label aan mij van ongemak. En, maar ik heb wel het idee dat je daar toch wel enigszins bewust van bent. Want je gebruikt het ook professioneel volgens mij in je shows. De verwarring, het ongemak. Ik vind in een situatie zoals dit, waar dan mensen zelfs geld betalen, of waarin ik het ga hebben over mijn werk, dan de enige manier om het voor mij interessant te houden is of door nee te zeggen en gewoon iets leukers te gaan doen, of door op het moment zelf gewoon te proberen echt in het moment te zijn en daar eerlijk over te zijn. Ik zie het niet als een soort netwerkbijeenkomst meestal, zo'n interview dat ik denk van nou, en dat zou ik misschien wat vaker moeten doen hoor. Het heeft waarschijnlijk ook met een soort zelfoverschatting te maken dat ik denk dit is heel belangrijk en nu stel je de verkeerde vragen en zo. Maar ik ben sowieso, ja. Nou, ik heb zelfs, even een haak op de opmerking dat je zegt, soms je stel je de verkeerde vragen, maar ik heb ook interviews gezien waar je het bijna gewoon het interview overneemt. Dat je, als je zeg maar, de vragen zo teleurstellend vindt dat je denkt, nou, als we er toch van wat maken, dan is het misschien handig als ik het wat de regie naar me toe trek. Heb ik zoveel interviews gegeven? Ja. Als je zoveel gezien heb. Omdat ik ook wel dan denk dat het interview wel gaat over mij. Dus dan denk ik, nou, laat ik dan maar gewoon vertellen wat ik wil vertellen. Ik vind het interview, het is misschien niet het moment, maar een overschatte vorm een beetje. Ja. Kijk, ik denk een van de redenen dat wij zoveel interviews zien is omdat reportages en portretten gewoon te duur zijn om te maken. Maar als ik een goed portret, kom je in Nederland in de krant bijna niet tegen, maar je hebt in de New York Times en zo heb je wel eens een portret of een New Yorker, waar ze gewoon 2 maanden lang iemand volgen en alle mensen daaromheen en dan krijg je een heel portret. Ik geloof dat zij Carrie Broker Ash. Nou, ik heb me heel slecht in namen. Maar een van die vrouw die zo'n Taffy Broder iemand. Ik geloof. Nou, ik in ieder geval niet. Die zei op een gegeven moment van het is niet de taak van degene die ik interview om interessant te zijn. Het is mijn taak om er een mooi verhaal van te maken. En dat vind ik een hele bijzondere manier van. Maar dat is heel duur, dat kost heel veel tijd. Ja. En ik zou waarschijnlijk nee zeggen, want ik zou veel te bang zijn dat ik de regie kwijtraakte. Ja. Maar in de interview is de suggestie van, jij vraagt het mij, nou gaan we tot de bodem doordringen. Maar dat is natuurlijk ook een heel ingewikkeld sociaal spel wat je met elkaar speelt. En ik zit te kijken, het spel? Daar zitten mensen mee te luisteren. Is het een spel? Ja, ik heb er niet heel goed over nagedacht. Ik weet niet, Het woordje regie viel ook. Dus als jij normaal gesproken, dus niet zoals dit programma, maar een interview hebt, bereid jij je dan voor of laat je het je overkomen? Nou, ik was heel lang van mening dat ik gewoon helemaal geen interviews wilde geven. Omdat ik dacht, wat ik te vertellen heb, kan ik in mijn eigen werk eigenlijk het beste doen. En voor de rest heb ik helemaal niet de behoefte om dat te delen. Maar toen kwam er dus steeds vaker een soort beeld van, ja, die is heel onaardig en zo. Dus toen dacht ik een poosje geleden, laat ik dan maar weer eens een paar keer ja zeggen. We zitten hier bij een uiting van een charme-offensief, zitten we hier gewoon. Nou, dat was allemaal voor corona, hè. Nee, maar ik vind het leuk. Ook echt wel, maar ik vind het een ingewikkelde situatie. Ik weet niet, misschien vind je dit al ongemakkelijk en ontregelend, maar dit vind ik wel een normaal gesprek. Dat vind ik prima om te hebben. Ja? En ik heb één keer door Frank van der Linden geïnterviewd. Daar is het geloof ik misgegaan, toen was ik net begonnen. En die werd dan verrast met het feit dat ik zijn gast was. En die zag mij en binnen 3 tellen wilde die weten hoe mijn familie door de concentratiekampen getrokken was. En toen dacht ik, ik snap dat jij dan een heel diepgaand, spectaculair interview, maar dat vind ik geen gesprek. Niet dat ik niet over die onderwerpen praat, maar dat moet wel in een gesprek. En op een gegeven moment toen heeft hij het interview ook niet uitgewerkt, want hij vond dat ik niet goede antwoorden gaf. Dat is hier onmogelijk, want hier is alles live, hè? Ja, toen heb ik uiteindelijk het interview afgewerkt en uitgewerkt en gepubliceerd. Bij de administratie van dit programma hoort altijd de vraag, en ik moet eerlijk zeggen, er wordt wisselend qua concreetheid op gereageerd. Wie zou je heel leuk vinden dat ze direct bij jou hier in de operatiekamer om de hoek komt zeilen?
Ik heb de hele tijd zitten denken, wie zou dat nou zijn? Maar wie zou ik heel erg leuk vinden? Nou, eigenlijk iedereen wel. Okay. Dat iemand de interesse toont om mij de vraag te stellen. Dat vind ik, ben ja, narcistisch genoeg om dan helemaal vereerd te zijn. En is er iemand waarvan je zegt, nou, daar doe je me echt geen plezier mee. Dat vind ik echt heel vervelend. Nee, ook omdat ik denk van het is geen vriendschap, toch? Het is dus misschien is het iemand die mijn bloed wel kan drinken. Ik zou niet precies weten wie dat is, maar dan praten we daarover. Ik ga natuurlijk niks prijsgeven, maar Maar bedoel, je hebt best wel in jouw doen laten. Je hebt wel hier en daar toch wel eens een conflictje opgelopen, toch? Ja, volgens mij vrij weinig. Ja. Ik heb wel eens een boze brief van Bram Bakker gekregen. De psychiater. Ik kan me niet voorstellen. Ja, nou verraad je al dat hij er niet is. Maar dus die. Ja, maar dat de mensen ook weten welke. Ik vond het zo naar dat ik hem zo behandeld had in een column. Dat heb ik bijna nooit meegemaakt. Maar, Nou, weet je, we gaan het gewoon laten gebeuren. Ik ga jou eigenlijk vragen om mee te komen. Ja. Ja, en dan moet ik mijn houding geven met de koptelefoon op. Juist. Even zo doen. Kijk, ga die zitten. Koptelefoon op. We zoeken altijd, proberen altijd een beetje naar de favoriete muziek van onze gasten zoeken. We krijgen bij jou alleen door klassieke muziek. Luister eens, kijk of je het herkent. Imago, vind ik. Luister eens. Weet je wat het is? Een kwartet. Ja? Het Dudok-kwartet. Het Dudok-kwartet. Ja. En in plaats van die één minuut de wereld draait door, krijg je het. Volgens mij is het Beethoven, toch? Of? Ja, ook nog goed. Ja? Jazeker. En je krijgt het 4 keer achter elkaar te horen. Je krijgt 4 keer te horen. 4 keer achter elkaar. Gooi het volume een beetje open. Ja? Is het trouwens Beethoven? Ik zei wel ja, klopt, toch? Help even. Nou, lekker publiek. Niemand? Ja, hè? Oké, dank u. Go. Goed, dames en heren, dit is altijd een lekker moment, want nu moet ik deze kaartjes erbij pakken. Want inmiddels zijn in die ruimte hiernaast die 3 interviewers achter deze deur verschenen. En u kunt gewoon keihard applaudisseren, want hij heeft Beethoven heel hard op zijn oren staan. Dames en heren, onze eerste interviewer is acteur, theatermaker en tekstschrijver. Hij vormde lang een theaterduo met Ton Kas. Hij schreef teksten voor Dood Paard en De Mug met de Gouden Tand. Helemaal uit Antwerpen pakte hij vanochtend de trein. Hij woont inmiddels 10 jaar... En hij maakt daar deel uit van de artistieke kern van het toneelschap De Compagnie de Koe, oftewel Willem de Wolf. De tweede. Ik zie wat mensen denken. Wie is dat nou? Ga ik u zo direct rustig uitleggen. De tweede. Hij studeerde af aan de Rietveld Academie en won in 2016 de Wim Zonneveldprijs op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Zijn theatershows zijn eveneens ontregelend, absurdistisch en ongemakkelijk. Hij doet mee aan praktisch elke spelshow op televisie en staat binnenkort in de theaters met zijn derde solovoorstelling, die de bijzondere naam heeft Hans Teeuwe. Maar die is het niet. Het is namelijk Stefano Keizers. Dames en heren, de derde en de laatste is de dame die haar journalistieke carrière begon bij het Parool. Daarna maakte ze de overstap naar de VARA, presenteerde jarenlang met het oog op morgen. En natuurlijk was zij op zondagmiddag met het kunst- en cultuurprogramma te zien. Ook presenteerde ze onder andere de middageditie, Zomergasten en Sterren op het Hoek. Dames en heren, Hanneke Groenteman. Ja, ik ga met jou beginnen. Ik zei al even tegen het publiek, ik voel enige verwarring. Sommigen zullen jou kennen als theatermaker, acteur. Maar vertel heel even, het gezelschap De Koe. Sinds een jaar of 10 werk ik voor het gezelschap Compagnie De Koe in Antwerpen. Ik ben daardoor de artistieke leider gevraagd om daar te komen werken. En dat doe ik nu sinds een jaar of 10. En voor die tijd werkte ik hier in Nederland bij een gezelschap dat heette Kas en de Wolf. Dat was een duo, theaterduo wat ik had met Ton Kas. En daarna heb ik nog wel voorstellingen gemaakt met Mug met Gouden Tand, met Lieneke Rijksman. Dus ik ben mijn hele leven eigenlijk in het theater werkzaam. Ja. Ik vind het eer dat je bij ons bent. De reden dat we bij jou uitkwamen is dat de man hierachter op een gegeven moment even zijn inspiratie kwijt was. Ja, dat heb ik ook begrepen. In een wakje beland was. Ja, ja.
En toen heeft iemand, niet één iemand, volgens mij misschien wel meerdere gezegd... weet je wat jij moet doen? Jij moet bij de koe gaan kijken. Ja, dat heb ik begrepen, dat hij in een artistieke crisis of zo terecht was gekomen, een jaar of 5, 6 geleden. En dat mensen hadden gezegd dat er verwantschap zit tussen het werk van wat hij doet. Of in ieder geval inhoudelijk, artistiek inhoudelijke verwantschappen zitten tussen waar hij over nadenkt en mee bezig is en waar we bij de koe mee bezig zijn. Toen is hij komen kijken en sinds die tijd volgt hij ons en volg ik hem ook. En de eerste voorstelling die ik toen van hem ging bekijken was wat hij in Antwerpen speelde, dat was die voorstelling. Toen dacht ik, nu ga ik hem ontmoeten. Dat was die voorstelling waarin hij zelf niet meedeed. Moet je trouwens even vertellen voor de mensen die dat niet gezien hebben. Dat is een waanzinnig verhaal. Ja, dat is een voorstelling waarin Micha zich laat vertegenwoordigen door een robotje. waarin hij het publiek de voorstelling laat maken eigenlijk door de aanwijzingen die de robot aan het publiek geeft. Ja. Zelf is hij niet aanwezig. Hij is zelfs niet in het gebouw. Hij is er niet. Dus dat was mijn eerste kennismaking. Maar na die tijd hebben we wel veel gesproken. Maar het belangrijkste is, als hij praat over die periode dat hij in de crisis zat. Ja. Want die stevast, de koe was letterlijk de reddingsboei. Hij kon, doordat hij bij jullie kwam kijken, voelde hij letterlijk de accu weer opladen en de inspiratie weer vloeien. Dat is wel ja, ik vind, om te horen. Hij is in interviews en in gesprekken altijd ongelooflijk genereus naar ons. Ja. Hij is ongelooflijk genereus in te zeggen van... en hij is ook altijd zeer genereus in de voorstelling en het reclame maken voor de voorstelling. Ja. Dus het was ook wel een eer om hier een paar vragen aan hem te mogen stellen. Zeker. Ja. Fijn dat je bij ons bent. Wat ga je direct met hem bespreken? Wat wordt jouw interview? Ik zou met hem graag spreken over wat ons werk eigenlijk is. Wat het is om theatervoorstellingen te maken. Ik zou ook willen weten hoe hij dat noemt. Wat hij zelf vindt dat zijn werk is. Waar dat uit bestaat. Ik zou ook willen weten hoe hij tot werk komt. Of hij het gevoel heeft... dat die beter wordt, dat je daar beter in kunt worden. Dus vooral dus het vak. Het werk. Jullie persoonlijke relatie, want hebben jullie... Hij is dus bij jullie shows komen bekijken? Ja, we hebben ook wel eens een paar keer met elkaar gesproken na afloop. En we hebben ook wel eens een keer geluncht en zo. Dus we hebben wel een paar keer met elkaar gesproken. Ja. Ik zei het al even tegen het publiek, hebben we aan het begin. 12 minuten gaat echt per definitie sneller voorbij dan je zou willen denken. Dus als je het even toch geconcentreerd brengt, wat is de hoofdvraag die jij beantwoord wil hebben? Ik zou eigenlijk het liefste willen weten of hij zichzelf een kunstenaar vindt. En of hij beter aan het worden is. Ja. Nou is het bijzonder dat hij vanmiddag zat hij bij Radio 1 hoofd. Tenminste, of in de ochtend was het nog net. En toen daar noemde hij zichzelf een kunstenaar, of niet? Het kwam half langs, maar wat ik het meest interessant vond, is dat hij dus zei... Elke show gaat hij in zichzelf graven en eist hij van zichzelf dat hij iets nieuws in zichzelf vindt. Goed, dan moet je wel diep durven graven elke keer. Ja. Maar en ik denk zelfs dat het nog ingewikkelder is naarmate je al zo lang goede voorstellingen maakt. Dat er dus ook elke keer opnieuw dat er nog grotere eisen van jezelf. Dat je nog grotere eisen aan jezelf stelt. Ik weet niet of hij dat doet, maar ik ben wel nieuwsgierig naar. Ik ga met veel plezier naar je luisteren direct. Ja. Stefano, je hebt ook een artistieke band met hem. Je drinkt af en toe wel een kopje koffie. En wat is het hoofdonderwerp van jullie gesprekken? Tijdens die koffies worden eigenlijk vooral heel veel video's en fragmenten uitgewisseld. Vooral, moet ik toch eerlijk wat toegeven, van Amerikaanse dingen. Daar is Micha ook heel erg fan van. Dus het is eigenlijk vooral een soort verplaswedstrijd. En wie heeft de vreemdste filmpjes of de meest vernieuwende conceptuele comedy in de krochten van het internet gevonden. Dus ik merk dat we ook allebei dus aan elkaar testen. Of de ander dat dan ook artistiek verantwoord vindt. Ja. Hey, en wat ga je doen zo direct? Waar ga je het over hebben? Dat weet ik natuurlijk nooit helemaal van tevoren. Maar ik denk dat ik erg goed aan ga sluiten op de dingen die hij hopelijk in de eerste 12 minuten gaat zeggen. Want ik heb wel het gevoel dat Micha door alles wat net benoemd is... steeds meer is gaan nadenken over het leven. En ik heb het gevoel dat hij dus misschien wat meer angsten heeft dan vroeger. Dus ik wil het echt over die bangheid gaan hebben. En over doet hij nou meer water bij de wijn tegenwoordig dan vroeger?
Of is er iets anders? Is de wereld misschien meer ontvankelijk voor hem geworden? Dat is ik wel een pijn. Daar heeft hij wat een paar keer eerder ooit over gezegd. En dat gaat eigenlijk op het punt dat hij beschrijft dat zolang hij met die shows bezig is, hij gaat in de aanloop naar de try-out zit hij nu. Ja. Dat hij eigenlijk zegt, ja, dan ben ik zo geconcentreerd met die shows bezig, dan heb ik geen tijd om over de ellende van de wereld na te denken of over de toekomst van zijn kinderen. Dat klinkt natuurlijk wel bijna dat die shows bijna een reddingsboei zijn om niet heel, heel zwart en dramatisch te worden. Ja, en ik herken dat ook heel erg. Ja? Het is heel makkelijk om inderdaad jezelf compleet in zoiets te kunnen concentreren en te zeggen dat is het enige dat belangrijk voor me is. Dat maakt het leven leefbaarder. Maar op het moment dat het in dat maakproces even moeilijk gaat, wordt dat ook daardoor veel erger. Want als je dan niet in die uitlaatklep van de voorstelling je comfort kan vinden of je troost kunt vinden, maar daar twijfels krijgt van wat ben ik eigenlijk aan het doen en gaat het de goede kant op, dan ben je dus met hetgeen waar je dagelijks continu mee bezig bent ook voortdurend mee aan het worstelen. En zijn dit ook onderwerpen die tijdens de koffie langskomen? Of is het echt die filmpjes alleen maar uitwisselen? Nee, nou kijk, daarom vind ik het heel leuk om hier aan mee te doen. Want tijdens een koffie denk ik niet dat één van ons het de ander zal gunnen om echt de diepte in te gaan. En nu moet die wel. Dus eigenlijk wat je niet voor elkaar krijgt tijdens de koffie, ga je hier doen? Zeker. Ik denk dat dit een heel ander soort gesprek wordt met iemand waarbij ik gewend ben om mee te spreken. Dat betekent ook, als ik je zo beluister, zeker dat jullie een relatie hebben, dat je fors de leiding moet nemen in het gesprek, hè? Ja, wat is fors de leiding nemen? Ik ga er inderdaad wel echt op letten dat hij niet die 12 minuten vol gaat praten. Ja. Ik weet dat het heel makkelijk is om op een introductievraag ja? van wal te gaan steken. En dat kan niet. Zeker, dus ik zal hem kort houden en tegelijkertijd ook af en toe wel het gevoel geven. Ik ga hem proberen te manipuleren, laat ik het daarop houden. Ja. Laatste vraag, voordat ik bij Hanneke uitkom. Wanneer is het voor jou geslaagd? Wanneer ik wel het gevoel heb dat hij eerlijk is. Want ja, dat wantrouw ik altijd wel een beetje. Ook wel omdat ik zelf... Er zit iets van een spiegelmomentje in dit, geloof ik, hè? Ja, of ja. Projectie. Man. Projectie, dat was wat ik zocht. Dank je. Ja. Dank je. Spannend. Zeker. Leuk. Hanneke, goed dat je bij ons midden bent. Dank je. Jij gaat het over iets hebben wat ik al een klein beetje... Ja. Dus ik moet een heel ander. Nee, dat is flauw. Nou ja, je hebt mijn onderwerp gewoon al helemaal behandeld. We zaten daar backstage te voeteren. Daar gaat mijn onderwerp. Onderwerp was, want toen ik gevraagd werd hiervoor, en dat zal ik Micha ook voorleggen, dacht ik, Micha Wertheim, ben ik ik vind hem een van de grootsten in ons land op zijn gebied. En het volgende moment, toen had ik ja gezegd, dus, volgende moment dacht ik, waarom heb ik ja gezegd? Want ik ben nogal bang voor Micha Wertheim. Okay. En jij had het over ongemak. Daar wou ik het ook met hem over hebben. En misschien is het allemaal gewoon een projectie van mezelf. Maar hij maakt dat ik me heel ongemakkelijk voel altijd. Maar ik begreep zelfs van jou, jij mist weinig shows, want je bent echt fan. Ja, echt fan. Maar je bent echt een beetje schuw om na afloop... Zeker, dat zou ik echt niet durven. Het is wel eens gebeurd dat ik ergens was en dat ik in de Kleine Comedie of zo na afloop stond te praten met mensen. En toen kwam hij erbij staan en toen dacht ik wegwezen. Want alles wat ik zeg is onvolkomen, niet ter zake doende, dom. De angst zit hem in dat hij dus zo slim en intellectueel is. Ja. Dat je dan, okay. Hij intimideert mij en dat komt ook een beetje door zijn ogen. En nu zit er ook nog een snor onder, dus ik bedoel, ik weet niet precies hoe ik die 12 minuten doorkom. Vet. Maar kijk, je weet het, je eigen antwoord weet je namelijk al, is namelijk exact dit benoemen wat je nu zegt, hè? Zeker, en dan kijkt hij me aan met die ogen, in mijn nachtmerrie dan. Ja. Dus het interview is geslaagd. Ja? Als hij mij aankijkt en denkt, die vrouw spoort gewoon niet. Haar probleem, klaar met het onderwerp. Ja. Dan is het interview geslaagd voor mij. En we voelen allemaal de ondertoon en we weten allemaal wat je daarmee bedoelt. Oh ja? Ja. Wat dan? Ik denk dat het heel spannend is als hij met die ogen jou aankijkt, dat je hem eens terug blijft aankijken. Want er zitten een paar andere ogen tegenover dan. Dat lijkt mij spannende 12 minuten worden. Ja. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Geweldig bruggetje naar het volgende moment. Mag ik jou vragen, want jij gaat als eerste. Blijf even achter mij staan dat hij zo... Ja. Mooie muziek, hè? Ja, is het echt Beethoven? Ik twijfelen, maar ja, niemand kan het... Ik wist niet, het publiek zei tegen mij dat het Beethoven was. Nee, volgens mij is Schubert.
Ja, ik weet het niet heel meer. Ongeschoold publiek, maakt dat maar niet. Maar, ik moet nog één antwoord geven op je vraag over de interviews. Want dat bedacht ik me terwijl ik hier zat. Ik heb nu al spijt van bijna alle antwoorden die ik jou gaf. Omdat ik denk van ja, nee, dat is helemaal niet hoe het zit. En dat is misschien wel de belangrijkste reden dat ik interviews moeilijk vind. Dat ik achteraf de hele tijd zit te denken, ja, maar waarom zeg je dat nou? Dat is helemaal niet hoe het is. Oké. Okay. Dus dat... Maar we hebben nog de nabeschouwing, dan kun je ja, daar nog dat keer snap ik. Maar, dan maar nu ga ik je onderbreken, want we hebben nu echt geen tijd met dit verliezen. Er staat hier iemand te popelen van ongeduld die de komende 12 minuten met jou in gesprek gaat. Mijn moeder. Nee, die blijft staan. Jij moet daar blijven en dan moet u zo. Ja, dan zitten die andere twee, hè? Hé, Micha. Hé, hey, nou. Nou, dat is wel echt wel heel leuk. Ja, ik had het voornemen om met je over het werk te praten. Ja? En mijn eerste vraag... Wij weten al wie je bent. Ja, ik heb me zojuist geïntroduceerd. Ja, ja. Als mijn groot voorbeeld. Nou, ja. Hou op. Mijn eerste vraag is eigenlijk, voordat ik bij de aard van het werk kom, hoe zou je je werk eigenlijk noemen? Dat wat jij doet, wat is dat? Ja, dat weet ik al niet eigenlijk. Dat wil zeggen, ik weet wel dat het cabaret is. Ja. Dat het zo'n programmaboekje staat. Als ik op het podium sta in ieder geval. Maar het is wat eruit komt, geloof ik. Want ik neem altijd vorm van alles te maken. Dan komt er iets anders uit dan ik gedacht had. En dat karakteriseert je, vind je? Dat is het eerder dan dat je zegt, ik ben cabaretier. Ja, een beetje cabaretier. Ondanks mezelf, ik heb ook heel lang heel erg vervelend gevonden om dan mezelf voor te moeten stellen als cabaretier. Welk woord was beter geweest? Ik vind soms al mijn eigen naam moeilijk. Nee, maar ik weet niet. Ik geloof dat daar mijn ongemak al begint eigenlijk, bij dat het iets moet zijn. Nou ja, een hele goede romancier had ik wel fantastisch gevonden. Maar ja, dan moet je wel een roman schrijven. Ja. Dus dat, en zo zijn er nog wel wat dingen. En kunstenaar? Gewoon kunstenaar? Nou, dat zou ik wel leuk vinden als dat het blijkt te zijn. Zo zou je het zelf wel niet noemen? Nee, maar dat is ook omdat ik heel gevoelig ben voor een van die redenen dat die roman er nooit gekomen is. Is dat ik zodra ik begin te schrijven, zie ik de jury van de ACO Literatuurprijs kijken hoe de openingszin is. En dan sla ik dicht. Dus ik vind het ook wel fijn om me ergens te bevinden waar ik het idee heb dat niemand doorheeft dat ik ook weer iets maak. Om vervolgens wekenlang verongelijkt te zijn dat de echte kunstenaars daar geen kennis van nemen of zo. Om dan vervolgens weer de minachting te hebben over die zogenaamde echte kunstenaars. Wat doet volgens jou dan de echte kunstenaar en waardoor jij dan dat je dat volmondig... Nee, het is zo'n heel ingewikkelde kauwgom. Ik bedoel, als ik naar het toneel op Amsterdam ga, als het over de podiumkunsten gaat, of als ik naar het Stedelijk Museum ga, als het over de moderne kunst gaat, dan voel ik me daar helemaal niet thuis. Want? Omdat het een manier vindt waarin kunst wel gepresenteerd wordt als opgevoerd die mij niet aanspreekt. Waar te weinig twijfel uitspreekt en die mij vaak te vooringenomen. Die me niet boeit eigenlijk. Soms wel hoor, zit er wel eens iets tussen wat me boeit. Men weet het zeker. Ja, nou, maar ik voel me, maar er is wel, maar ik vind, ik ja, jij zit tegenover me, ja. Maar ik ga heel graag naar jullie voorstelling toe van de koe. Ja. En dan ben ik echt heel verdrietig dat het niet gewoon helemaal vol zit. Want dan denk ik, hoe kan dat nou? Want dit is echt zoveel interessanter en mooier dan waar ik de hele tijd over moet lezen dat het zo belangrijk is. Maar tegelijkertijd vind ik, is dat ook allemaal bijzaak. Want als ik gewoon in de voorstelling zit, maakt het me allemaal niet uit wie er verder zit. Dan ben ik blij dat ik erbij mag zijn. En dat geldt ook voor, met schilderkunst of zo. Dat ik, soms is er iets wat ik heel mooi vind, wat wel door de goede gemeente goed gevonden wordt. Grayson Perry is een kunstenaar. Nou, die is alom, wordt hier gerespecteerd en die vind ik ook heel mooi. Maar veel schilderkunst die ik mooi vind is figuratief. Nou, die komt het Stedelijk Museum niet in. Nou, dat vind ik verschrikkelijk. En het Stedelijk Museum kom ik dan binnen en dan sta ik voor iets over Black Lives Matter. En dan denk ik, ja, dat had ik nou net in de krant ook al gelezen.
Kun je nog iets meer zeggen over waarom je dan wat je afstoot in de zekerheid van ik zit in de Schouwburg en ik kijk naar Ita en denk van dit is eigenlijk niet voor mij. Ik bedoel, wat stoot je af in die zekerheid? Wat is dat die zekerheid? En waarom moet het dan onzeker zijn? Nou, het is niet eens. Het is vaak. Ja, ik vind het ook een beetje jammer om nou aan Ita op te hangen. Want nou ja, okay, ook eigenlijk best wel negatief. Ja. Wat ik mooi vind. Is als de maker op een bepaalde manier zichzelf ter discussie stelt. Ja. Omdat dat ontroert mij en dat vind ik interessant. Of dat nou een speel. Dus het heeft ook. Dus al ben ik het zelf misschien niet zo heel erg. Ik hou wel van een soort bescheidenheid in de maker die zich eigenlijk. Ja, er is één voorstelling die ik van jullie gezien heb waarin jij. Na een paar minuten de voorstelling stillegt en zegt, maar wat nou als dit, wat wij hier doen, eigenlijk helemaal geen zin heeft? Ja, ja. En dat vind ik dan, dan ga ik opeens rechtop zitten van want wat nou eigenlijk als we hier, als dit juist helemaal niet goed is, terwijl wij denken we goed zijn aan het theater. En dan wordt het spannend, terwijl dat is een vraag die Ivo van Hoven in mijn ogen zichzelf niet stelt. Die komt binnen en die vertelt waarom het belangrijk is. Wat ik ook stiekem erg bewonder. Die is zogenaamd verder. Ja, en die twijfelt over heel weinig dingen. Ja. Maakt daar. Wie ik een heel groot kunstenaar vind in Nederland is Gumba. Dat ontroert me en ik vind het mooi. En ik vind het verschrikkelijk grappig. Het heeft ook te maken met dat er ergens een soort humor in moet zitten. Niet als een soort amusement van er moet klappen zijn met z'n allen, maar dat er voortdurend dat er een soort onderliggende relativering en onzekerheid is. Als Roger Moore James Bond speelt, dan zie je hem de hele tijd kijken, ik, James Bond. Ja, ja, ja. Daar kijk ik liever naar. En tegelijkertijd, als ik iets maak, zou ik zo graag een keer iets maken wat dat niet is, omdat ik het ook. Soms een beetje vervloekt. Ik zou zo graag gewoon eens een keertje gewoon dat ik zeg, we zijn in Rome. En dat we het wel 1630 weten. 1630. Ja. En dat het allemaal. Want soms lees ik een roman of zie ik een film. En die is dat wel. En dan geniet ik daar ook heel erg van. Hoe kom jij daar als je aan het werk bent, als je begint? Hoe kom je bij, ik ben Micha Wertheim en ik weet het niet zeker en daar begin ik vanuit te schrijven? Daarvoor heb ik heel veel geleerd van Pieter Bouwman. Dat was de regisseur waar ik terecht kwam toen ik vast zat voor mijn eerste programma. En die heeft me eigenlijk een paar dingen geleerd. Hij zei eigenlijk intelligentie, dat is oninteressant om aan de zaal te laten zien. Dat heb je of dat heb je niet. En dat kan je niet dwingen. Nee. Maar wat je wel kan doen is gewoon wat vind je leuk. En dan ben je onchantabel. Want je staat op het podium en je doet in ieder geval wat je zelf leuk vindt. En als je weet wat je leuk vindt, dan zit daar vaak wel meer achter. Daar moet je op vertrouwen. En hij zei letterlijk tegen mij, als je een idee hebt waar je een glimlach bij krijgt, ga dat nou maar doen. En als je een idee hebt waar je een frons bij krijgt, is dat meestal een idee waarvan je denkt, dat verwacht het publiek van mij. Moet het misschien wel. En dan moet je heel erg oppassen. En dat heeft bij mijn maakproces ertoe geleid dat ik eigenlijk mezelf. Ik ben nu een nieuwe voorstelling aan het maken, dus ik ben ook een beetje in een soort limbo-achtige situatie. Dat ik denk, nou, laat ik eerst maar heel veel grapjes verzamelen. En dingen die ik gewoon leuk vind. Dingen die ik leuk vind om te zeggen. Waar ik zelf een plezier van krijg. En daar heel veel van op een hoop te vegen. En dan eens kijken wat dat oproept. Omdat als ik vanaf de andere kant ga werken. Namelijk dat ik zeg, we moeten het toch eens een keertje gaan hebben over hoe we met z'n allen richting een totalitaire samenleving afglijden. Ja, dan kom ik in een soort essay terecht waar ik niet meer uitkom. En daar moet ik mezelf tegen beschermen. Tegelijkertijd denk ik ook wel eens, ja, misschien is het ook een soort luiheid. Want wat jullie maken is wel degelijk soms gebaseerd op echt onderzoek. En dat je echt wel degelijk durft je in te lezen in iets en zo. En ik. Maar niet meer of minder dan jij heb ik het idee. Nee. Gaat het. Kun je iets zeggen over. Of je beter aan het worden bent? Of je het gevoel hebt dat je. Is het begin. Problematischer geworden of minder problematisch? Er zit iets dubbels in. Ik denk dat
dat mijn talent in het begin ook was dat ik niet zo goed in kon schatten wat het effect was van wat ik deed op het publiek. Dat ik achteraf wel eens, ik heb eens een voorstelling gemaakt waar ik niet bij was, ja, waren mensen woedend over. Dat had ik totaal niet zien aankomen. Ik dacht echt dat het superleuk was. Ik had het gemaakt vanuit die glimlach. Ja. Van, dat lijkt me zo grappig. En dan is hij er niet. Nee, hij is echt niet. En dan moest het wel een voorstelling zijn waar het tot het einde bleef. Ja. En ik denk als ik me gerealiseerd had dat er een aantal mensen zo agressief, dan was ik misschien me in gaan houden en was ik daarover na gaan denken. En er is een soort ingewikkeld ding dat hoe meer ik controle krijg over de situatie en hoe meer ik het begrijp, ik dus ook het risico loop dat ik dus niet meer... ik denk toch dat je vanuit de fouten en de vergissingen, daar komt iets nieuws uit. Ja. Ik merk bijvoorbeeld nu al dat als ik het podium opkom, mensen kennen mij en die klappen dan. Terwijl in het begin kenden ze me niet, wat ik eigenlijk prettiger vond. Nu moet ik dus daar iets... iets mee doen waardoor het toch weer uit elkaar valt om het vervolgens te lijmen. Want ik geloof dat dat het mooiste is. Leonard Cohen maar aan te halen, there's a crack in everything, that's where the light comes in. Uh-huh. Dus je moet op zoek naar iets wat niet klopt, wat niet goed is. En op een gegeven moment word je... ik heb wel eens collega's gezien, in Toomler heb je natuurlijk heel veel opstaan, die precies snapte hoe ze dat met die zaal moesten doen en zo. En dan gaat het al heel snel, gaat die zaal heen en weer, en dan voelt het heel goed. En dan gaat ze met het podium af en is iedereen bijna vergeten wat het was. Omdat het ging helemaal lekker. Ja. En ik kan daar wel heel kritisch over zijn, maar ik kan het ook gewoon niet. Ik heb het inzicht, het lukt me niet om op te komen en te zeggen, everybody happy. Ja. En dan kijkt iedereen naar je, nou jij niet. En dan is het al mis. En dat heb ik door schade en schande moeten leren, omdat ik... Dat ik ook wel hoopte eigenlijk ergens dat ik dat was. Want dat lijkt me ook wel fijn om op te komen en te zeggen... Hey, en er zijn ook die dat doen die ik bewonder. En het beste is nog niet gemaakt. Er moet nog... bij elke nieuwe voorstelling denk je van... Ja, maar en nu? Nu? Ja, want het is eigenlijk zo dat... Ik probeer de voorstelling, moet een soort laatste voorstelling zijn. Ja. Hier moet alles in, omdat ik ook verder... Inmiddels in het begin was het misschien nog een beetje, dat komt dan in mijn tweede voorstelling. Ja. Want ik heb geen ruimte, maar nu ben ik al lang blij als ik iets heb, want er moet toch iets zijn. En probeer ik alles in. En als die dan af is, dan denk ik, nou, hierna weet ik niks meer. Maar het leuke aan het leven is dat er natuurlijk voortdurend toch weer dingen gebeuren, waardoor je toch weer in de knoop raakt met jezelf. En dat is geloof ik... wat voor mij de reden is, persoonlijk om een voorstelling te maken, is om toch weer een beetje die knoop los te krijgen. Omdat ik ook anders zelf last van krijg. Nou. Ik zie dat. Geef een warm applaus. Nou, dankjewel. Ja, ik ben echt... Ja, dat is echt iemand die ik... Daar moeten jullie nou echt heen. Die boodschap hadden we wel een beetje meegekregen van jou. En we gaan je klaarmaken voor de tweede. Ben je er klaar voor? Dan zijn wij het ook. Spannend, hè? Komt-ie aan. Ga je gaan? Ja, ja, ja. Hallo. Niemand anders komt. Oh, pardon. Ja, ik had ook... jij stond wel op het lijstje dat ik geappt had aan iemand. Van ze zullen daar wel... Aan Paulien, want ik wist wel dat Paulien gevraagd zou zijn. Dus ik zei, nou, maar dat vind ik leuk, want ik vind het heel leuk. Toch wel, nou... Ja. Dat is al heel want wat. Want jij bent? Ja, wie ben ik? Nou, daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen, want ik werd gebeld door de redactie en ze begonnen met een vraag waar ik geen antwoord op had. Namelijk, hoe beschrijf je de band die wij met elkaar hebben? Kun jij me daar misschien verder in inlichten? Ja. Nou, er verscheen een recensie van jouw voorstelling en daar werd ik een paar keer in genoemd en dat vond ik een beetje ongemakkelijk, omdat ik dacht van ja... Ja, niet door mij. Nee, je schrijft niet je eigen recensies nog. Maar toen was ik gaan kijken, stiekem, omdat ik toch wel benieuwd was. En toen vond ik het echt heel erg goed. En grappig en leuk en heel erg goed. Ik kreeg heel erg zin om ook uit te gaan leggen aan iedereen waarom het zo goed was. En ik had er echt heel veel plezier in. En toen heb ik volgens mij dat zo met een soort berichtje aan je moeder op Twitter kenbaar gemaakt. Dat ze trots kon zijn op haar zoon. Ja. In de hoop dat jij toch stiekem zo nu en dan zou kijken. En toen heb ik een keertje koffie gedronken. En dan een paar keer geappt en nog een keer koffie gedronken.
En voor de rest ben ik naar je voorstelling. Ja, de laatste heb ik dus niet gezien. Die waar je die vlak voor corona draaide. Daar had ik heen zullen gaan. Toen kwam corona, die is al op tv. Maar dat is niet. Daar moet ik me nog voor. Nee, maar goed. Maar, dat is onze laatste. Ben jij mijn leermeester? Ben je mijn oom? Ben je mijn concurrent? Nee. Hoe kan ik jou het beste zien? Ik vond dat toen we elkaar ontmoetten, dat jij meteen een paar wijze dingen tegen mij zei, waarvan ik dacht, och jeetje zeg, wat leuk. Die snapt het veel beter dan ik. Dus leermeester zou ik absoluut niet zeggen. Ik vond het geestverwant. Ik was echt heel blij toen ik je voorstelling zag, wat ik bij Willem ook heb, dat ik dacht van, ah jeetje, er is iemand die dat maakt. Ik vind het heel spannend en soms eng wat je doet, qua hoe jij je helemaal in een wereld stort, waarvan ik dan denk van, ja, maar ik zie dat er is een programma. Maar ik vind dit ook een soort, maar dat zei je zelf ook al, een soort slordigheid die jij durft te betrachten. Maakt dat het makersvak minder eenzaam door mensen als Willem of ik te ontmoeten? Zodat je niet het gevoel hebt, ik ben de enige die er op die manier mee bezig is. Ik zat er de laatste tijd over te denken dat ik echt mezelf moet dwingen om wat vaker dan. Ik vind het ook ingewikkeld om dan te zeggen, zullen we een keer 's avonds wat gaan eten of zo, of af te spreken. Dus natuurlijk ook met kinderen. Okay, en dan denk je, ja, wat moet ik daarmee doen? En met tegelijkertijd merk je dat het me inderdaad heel erg goed doet gewoon om te praten met iemand. Maar Dat merk ik ook. Ja, blijf dat alsjeblieft ook vooral doen. Ik kan me voorstellen, want dat is dus ook, daarom wordt in zo'n recensie jouw naam ook 3 keer genoemd. Want als mensen mij ook vragen van, ja, welke andere theatermakers ken jij die, wat jou betreft, op eenzelfde manier met iets bezig zijn, dat is heel moeilijk om iemand anders dan jij te verzinnen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat mijn leven misschien makkelijker is geworden doordat jij bestaat. Ja, dat weet ik niet, want ik word soms heel erg in een soort artistiek hoekje gezien, maar ik heb oprecht hele grote bewondering voor iemand als Mark-Marie Huibrechts, die door heel veel mensen, die helemaal niet doorhebben hoe knap dat is wat hij doet. Ik geloof dat ik het jou niet eens hoef uit te leggen, maar dus ik vind het soms ook wel eenzaam om zo. Ik was dan genomineerd voor het theaterfestival, voor het eerst een cabaretier. Nou, ik kan er zo 10 noemen waarvan ik denk, ja, die hadden ook al lang uitgenodigd kunnen zijn. Katinka Polderman, Wim Helsen, Kees Toorn, Hans Steeuwen. Dat zijn allemaal in mijn ogen hele grote kunstenaars. Waar de toneelrecensenten nog niet eens naartoe gaan, omdat het geen toneel is. Ja, het klinkt. Dus ik voel me daar. Eigenlijk, er zijn er heel veel waar ik me thuis bij voel. En ik denk dat jij al die mensen ook schatplichtig bent, hoor, jongen. Zeker, ja, nee. Kijk, nee, dat is ook helemaal. Ik had water voor je, maar je hebt je eigen water. Ja. Okay. Maar ik kan me heel erg vinden in wat je zegt. En het is ook een geruststelling dat jij dus ook niet het gevoel hebt dat je in je eentje in een parochie zit te prediken. Dan zijn we bijna halverwege het interview, dus ik moet nu stoppen met de introductie en met mijn eerste vraag gaan komen. Ik ga jou de vraag stellen die ik eigenlijk altijd aan iedereen stel. Waarom ben jij zo bang? Ja, omdat het verschrikkelijk mis kan gaan, denk ik. Ja. En dat het al redelijk vaak verschrikkelijk mis is gegaan in de wereld. Maar ook bij jou? Nou, ik heb wel geluk gehad, geloof ik. Ik zit hier nu in de ring, iedereen kijkt naar mij. Maar ik besef me wel heel erg dat het. Dat allemaal heel toevallig en heel vluchtig is. En zomaar anders had kunnen zijn. Dus dat is denk ik wel een reden waarom ik bang ben. Maar ik denk ook dat het in mijn geval een soort default is. Zoals sommige mensen vrolijk zijn. Ik weet dat je de vraag aan iedereen stelt, maar ik beantwoord hem gewoon alsof je hem alleen aan mij stelt. Ja, nou. Dus ik denk, ik ben soms ook heel. Je had me ook een vraag waarom ik zo vrolijk ben, hoor.
dan zou het antwoord hetzelfde zijn. Namelijk omdat het ieder moment mis kan gaan. Ja. Nou, dat beschrijft veel. En dan kan je maar beter vrolijk zijn. Maar wat is in het universum van Mieke Wertheim het allerergste dat zou kunnen gebeuren? Waar behoed jij jezelf het meeste voor? Is dat dus het kwijtraken van het podium? Nee, dat zou ik niet zo erg vinden. De totalitaire samenleving ben ik momenteel daar het allerbangste voor. Ik geloof een milieuramp vind ik ook wel erg. Die is er al en die gaan we ook niet meer kunnen ontlopen. En dat is ook heel erg. Maar de dommen en de kwaadwillige, gewelddadige maffia die de macht natuurlijk altijd al deels heeft gehad. Maar ik geloof dat toen ik studeerde, realiseerde ik me niet in wat voor krankzinnig klein raampje van welvaart en vrijheid ik opgroeide. Ik kon me niet voorstellen dat het zo om zou slaan. Ik kan me dat inmiddels heel goed voorstellen en moet de rem er echt opzetten op mijn voorstellingsvermogen. Het was echt een angstloze tijd, zeker begin jaren 90. Ja, ik was natuurlijk ook nog jong, dus sowieso waren mijn ouders waren nog gezond, ik was nog gezond. Ik ben nu nog redelijk gezond hoor. Maar ik bedoel... is dat besef dat het totalitairder of populistischer wordt, dus die angst daarvoor, is dat meer een rol gaan spelen in je werk ook dan eerst? Nee, het gekke is dat dat volgens mij er altijd wel in zat, maar dat ik daar bescheidener in geworden ben of zo. Dat ik het eerst... Want als ik een beetje terugdenk aan mijn eerste voorstelling... Niet dat ik dat heel vaak doe, hoor. Dat is een heel eng idee. Maar dan zitten daar heel veel dingen over in. Maar dan was het meer zo van... Nou, denk maar niet dat... Het is allemaal een heel dun laagje vernis. En dat is veranderd in van... Ja, het is allemaal een heel dun laagje vernis. Ik ben er iets minder triomfantelijk over geworden dan eerst, geloof ik. Mm-hmm. Ja, dus je bent het letterlijker gaan benoemen misschien. Dat weet ik niet. Dat hoop ik niet. Ik hoop ook eigenlijk... Ik wil uiteindelijk daar... Dat ook niet dat mijn voorstelling daarover gaat. Omdat ik van overtuigd ga dat dat eigenlijk alles daar toch wel over gaat. Dus dat je daar niet, dat het daar niet over hoeft te gaan. Het was meer dat jij vroeg waarom ik zo bang was. Ik geloof eerder dat mijn voorstelling moet juist een soort... wereld in die wereld creëren die wel klopt of waar je wel even iets mee kan waarin je in ieder geval niet eventjes niet bezig bent te zinken of dat je even vrede hebt met het feit of dat je te beseffen. Ja, dat vind ik het ook het mooie van kunst, dat hoe droevig het ook is dat je even een soort vrede sluit met die situatie. En praktisch gezien, als je iets aan het maken bent, ben je daar zo mee bezig dat je ook geen tijd hebt om na te denken hoe het met de wereld gaat. Omdat je gewoon alleen maar zit te denken, moet ik daar een komma zetten of niet? Maar je dat is een veel groter probleem dan. Dat is wel interessant, want je zei net in het vorige gesprek wel dat je dus tijdens het maken van zijn voorstelling, bij elke voorstelling die je maakt, neem je weer ervaringen van de vorige mee. Dus je kunt steeds meer beren op de weg visualiseren tijdens het schrijven. Dus bij elke komma kun je al bijna van tevoren denken, oh, maar als ik hem daar zet, dan zou er dit kunnen gebeuren. Ja, dus de kunst is om altijd iets te bedenken, waardoor ik weet van, nu maak ik het mezelf weer, nu creëer ik een soort probleem op het podium. Of een soort situatie waarvan ik denk, hoe ga ik me daar uitredden? En als ik die eenmaal heb, dan is het daarna wordt het eigenlijk een soort... problemen oplossen. Ik weet niet of je het verhaal kent van Kees Thorn. Die heeft dus, ik geloof, 10 voorstellingen gemaakt. En toen zei hij, ik stop, want alle grote componisten stoppen met hun 10e of ze gaan dood. En toen zei hij, oh ja, trouwens, als je alle eerste letters van mijn voorstelling achter elkaar staat, dan staat er labmiddel. Dat betekent dus, vanaf het begin was hij ermee bezig, het woord labmiddel. En dat is precies wat het is, een voorstelling. Het is een soort labmiddel, even iets... Dat je eventjes de boot gedweild hebt, terwijl hij vervolgens natuurlijk weer vol loopt. Mm-hmm. Ja. En het feit dat iemand dat gedaan heeft en daar zo zijn best op gedaan heeft en dat er dan is, dat vind ik dan toch een soort overwinning op de uitzichtloze vrede chaos die ons uiteindelijk allemaal op zal slokken. Ja, ik ben het daarmee eens.
Maar goed, kijk, ik wil nog heel even terug naar ergens anders. Want ik vind dat een heel belangrijke mijlpaal in jouw werk. Vooral omdat ik jou zo vaak heb horen zeggen dat je die boze reactie van de mensen niet had verwacht. Dus ik heb het altijd zo geïnterpreteerd als dat je dus bent geschrokken. Waren ook niet zoveel, hè? Ja, jij bent geschrokken, ja. Ja. Ja, heb ik veel over nagedacht. Het was denk ik ook een soort perfect storm. Dat was ook precies het moment dat Trump verkozen werd. En dat mijn ouders van oud naar echt wat ouder gingen. En dus er waren allemaal dingen. Plus dat ik er niet bij was. Dus als iemand boos opstond, ik was er wel bij. Ik zat dan vaak ergens boven in de lampen, hing ik zo naar beneden te kijken. Omdat ik toch ook wel benieuwd was. Ik was er ook wel vaak niet bij. Maar als ik erbij was, kon ik dus niet. Ik was de controle kwijt. Ik was hem echt kwijt. En dat is precies natuurlijk waarom ik theater maak, is om de controle te houden over de situatie. Geweldig laten zien. Stefano Keizers. Dankjewel. Ik kan niet mikken. Het mikte telkens naast. Jij naar die kant op gaat, of wel zo. Over de helft. Eén te gaan. Komt ze aan. Heel leuk, tot nu toe. Hallo. Micha, nu wil ik weten, letterlijk en eerlijk, wat jij nu denkt. Ik denk, dat is Hanneke Groenteman. So far, so die ooit een keertje bij de, geloof ik, bij de bakker of zo zei, ik ben altijd een beetje bang van jou. Nee. Dat zei je een keertje. En dan hou je gedachten verder mee op. Niet van, ja, meer oh my god. Nee, natuurlijk niet. Je hebt nu twee mensen gehad die jij zeer bewondert. En, ja, dat is niet bij jou. Nee. Kan leven. Hanneke, ik keek toen ik studeerde. Nee, niet met mijn ouders. Ach, niet? Nee, in mijn eentje, met mijn piemel in mijn hand. Nee. Nee, maar ik keek naar de Plantage. En ik vond ik dat. Iedereen denkt altijd dat ik uit Amsterdam-Zuid kom en op het Barlees heb gezeten. Maar ik studeerde op dat moment. Ik zou je op Fossius inschalen, maar goed. Ja, oké. Okay, nou ja, ja. Ja, dat zou waarschijnlijk. Maar goed, het is Maarsbergen. En ik studeerde toen in Maastricht. En ik zat veel alleen op mijn kamer. En dan keek ik daarnaar. En dan voelde ik, er is daar ergens een wereld. Met mensen die aan tafel proberen een gesprek te voeren over kunst. En ik voelde me daar, dat deed mij erg goed. En ik vind het jammer dat er op die manier. Want er zijn wel van die kunstprogramma's, maar dat is dan toch. Misschien ben ik ook ouder geworden. Misschien zou ik het nu een verschrikkelijk programma vinden. Maar toen, op dat moment, vond ik het een heel leuk programma. Ja, hoor je me, mama? Hanneke? Ja, zeg maar oma hoor. Micha, toen ik werd gevraagd hiervoor, was het eerste wat ik zei, ja, leuk, want fan. Het tweede wat ik zei is, maar dat durf ik gewoon niet. Want ik voel me altijd zo ongemakkelijk bij Micha. En ik ben vaak bij je voorstellingen geweest en dan durf ik nooit na afloop naar je toe te gaan, omdat ik dan altijd denk, ja, ik denk, wat doet dat domme dwergachtige vrouwtje hier in mijn omgeving? Dat denk ik dan. Heb ik dat hardop gezegd? Nooit. Ja. Maar nee. Dan kijk ik naar die ogen en dan zie ik het gewoon. Ja, dat is geloof ik niet zo. Ik ken dat gevoel wel van hele grote onzekerheid als je naar iemand toe wil, als je een voorstelling gezien hebt. Dus ik snap wel dat je dat hebt. Ik ben geloof ik zelf niet zo heel erg van het gezellig na afloop aan de bar met het publiek hangen. Ik heb vaak het idee, ik heb nu verteld wat ik wilde vertellen. En ik ben ook een beetje bang, omdat ik weet dat het is nu niet meer van mij. En ik weet inmiddels uit ervaring, in het begin was ik ook bang echt en dacht ik ga weg. Ik had ook de eerste voorstelling sowieso had ik mezelf weggetoverd aan het einde. Dus vond ik dat het conceptueel niet kon dat ik er dan nog was. En, maar dat kwam ook wel goed uit. En ik verheug me altijd heel erg op terugrijden in de auto en naar een audioboek luisteren. Ik heb heel veel moeten overwinnen eigenlijk. Om op een gegeven moment had ik Freek de Jonge gezien. Nee, er zijn er maar drie in totaal. Er zijn er maar drie. Ah, ja. Oh, nou, jammer. Waarom jij dat? Nee, maar
had ik Freek de Jonge gezien en die verkocht cd's. En dan zei hij, ja, dan heb ik tenminste iets te doen tussen jou. En toen dacht ik, nou, dan ga ik ook met een stalletje staan en eens kijken hoe dat publiek is. En dat... ja, ik vond het wel leuk, maar ik vond het ook heel ingewikkeld. Soms waren we aardige mensen, maar ik kreeg ook zo nu dan een soort heel vriendelijk bedoelde antisemitische opmerking van, nou, zit hier geld te verdienen? En, dan weet ik ook wel weer dat die mensen achteraf in de auto zeggen, oh, waarom zei ik dat nou, waarom zei ik dat nou, waarom zei ik dat of nou? Of niet. Of niet. Nee, maar ik bedoel, ik heb heel erg het idee van, ik hoef geen vrienden te zijn met het publiek en zelfs niet. En dat is misschien... ook niet met het wereldje. En dat is en dan wijs ik naar jou niet, omdat ik weet, omdat jij, maar ik keek dus heel veel met heel veel plezier naar het programma, maar ik ben tegelijkertijd ook altijd een beetje bang dat het te gezellig wordt, dat ik de mensen over wie ik een mening heb en waar ik van alles van vind, dat die dan leer kennen en die blijken vaak altijd heel aardig te zijn. Dan ben ik een soort streng, dan denk ik, laat ik nou maar gewoon met mijn vrienden. Ik ben daar bang voor. Ik ben bang dat ik dan opeens iedereen ken en dat het hey schat en kus en misschien straal ik dat uit. Maar dan moet je maar weer denken dat ik echt dankbaar ben dat jij die programma's maakte toen ik het nodig had. Ik weet niet, je hele uitstraling bevalt mij nu niet helemaal. Je kijkt op een manier waar ik weer precies... onzekerheid. Het is mijn onzekerheid. Ja, denk ik echt. Nou ja, ik geef je een eerlijk antwoord. En ja. Maar wat bevalt je er dan niet aan? Denk je dat ik wel degelijk eigenlijk vind van... Dat je denkt, was hier Freek de Jonge maar? Nee, dit was nog veel ingewikkelder geweest, Hanneke. Wat? Het is één keer naar mijn voorstelling geweest en toen kwam je 10 minuten later binnen en toen ging je 1 kwartier later voor het einde weg. Terwijl mijn voorstellingen zijn per definitie is het begin en het einde bijten elkaar. En toen ging er een documentaire over zijn leven gemaakt worden. En toen wilde hij heel graag dat er een camera bij was, dat wij gingen lunchen samen. En dan wilde hij dat we met elkaar gingen praten. Nou, dat soort dingen zeg ik nee op, omdat ik denk van ja, het zou wel aardig zijn. Maar ik vind zijn werk gewoon goed en bijzonder en niet alles, maar sommige dingen. En dat is voor mij genoeg. Ik hoef hem dan verder niet te kennen. En met Stefano was net iets anders. Daar was ik dan toch wel, voelde ik iets dichter. Dacht ik, ja, die wil ik wel. Je hebt vandaag een dag, die begon geloof ik in Uffelte. Ja, dat is een beetje overdreven. Ja. Toen ging je naar Tivoli. Ja, maar ik heb daarvoor 2 jaar niks gedaan. Maar, vandaag... Nee, maar ik wil even weten, zo'n dag en dan hier 3 keer geïnterviewd worden. Ja. Dus je hebt er dan 5 achter de rug, als ik het goed begrijp. Nou luister, geïnterviewd worden is niet zo moeilijk. Wat biedt geïnterviewd worden jou? Wat zeg je? Wat biedt geïnterviewd worden? Het is een soort samenloop van de omstandigheden. Mijn column, die is voor de VPRO, die doe ik 1 keer in de zoveel tijd. Voor OVT? Voor OVT. Dat is voor mij een kans om iets te maken. En weer eventjes van een stukje chaos, een stukje coherent, dat je denkt, nou ja, dit klopt. Dat is wat maken is, wat ik leuk vind. Dat was in Uffelte. Oh, je hebt het niet gehoord. Nee, ik heb 2 kleinkinderen waar ik pannenkoeken voor bakte. Ja, nee, ik heb ook kinderen, maar die verwaarloos ik soms uit naam van de kunst. En En toen ging je... En toen kwam daarbij dat er een soort podcastfestival bleek te zijn. En ik zit in Echt Gebeurd. En bij Echt Gebeurd hebben Paulien en ik de afspraak om en om, als iemand daar interesse in heeft, dan geven we een interview. Al was het maar in de hoop dat er weer nieuwe mensen luisteren, die de verhalen komen vertellen bij ons. Dus toen dacht ik, oké, dat doe ik dan wel, ook omdat het me niet zoveel moeite kost. Maar wat is het eigenlijk, zo'n gesprek als dit? Dat vraag ik me altijd voor mezelf ook af. Welke stijlvorm van contact is het eigenlijk, zo'n interview? Ja, misschien zit daar het ongemak. Ik voor mij is het beslist geen vriendschap of zo. Het is een soort afspraak die je maakt dat je een gesprek hebt voor een publiek, voor iemand anders. En dan probeer ik te denken, hoe kan ik nou een zo waardevol, interessant mogelijk antwoord geven, zodat het niet helemaal zonde is van de tijd van degene die daarnaar zit te kijken. Want die kan, net als ik, had hij ook iets anders kunnen doen. Dus dat is wat ik probeer te doen. En ik ben dan misschien iets minder bezig met hoe leuk ik het vind dat ik geïnterviewd word of zo.
vind het eigenlijk... Ik zal eerlijk zeggen dat ik eigenlijk zodra ik in die column af had geschreven... dat ik dacht, oh, wat had ik, wat, waarom heb ik dat nou gedaan, die interviews? Ik kan heerlijk fietsen hier in de Achterhoek. Ik had eigenlijk gewoon rustig een dagje willen fietsen. Maar ik ben ook weer heel blij dat ik... Maar het feit dat wij allemaal aan jou zitten te sabbelen... en allemaal hopen een drupje op te vangen... Ja, maar dat is een, dat gevoel heb ik zelf als interviewer altijd. Jij hebt het idee, jij zit te sabbelen aan mij en je hoopt een drupje. Ja, dat is ook zo. Ja, nou ja, ik hoop dat ik je het gegeven heb. Maar ik voel me daar niet verantwoordelijk voor. Ik bedoel, dat is in al die... Je geeft heel veel interviews tegenwoordig. In de podcasts. Nou, het valt wel heel erg mee, hoor. In de podcasts. Maar goed, ja, misschien wel. Op ja. 3 tegen Gijs ongeveer? Nee. 2? Nee. Nou, ik heb er 1 aan Gijs gegeven. 2. Toen was quarantaine en toen vroeg hij of hij me nog een keer mocht interviewen. Ja. Toen dacht ik ook. Die waren fantastisch trouwens, vond ik. Want het was natuurlijk vlek op vlek. 2 mannen die ik bewonder, die niet elkaar interviewen, maar de een interviewt de ander. Maar toen dacht ik ook... Maar had jij zelf liever maker willen zijn? Want wat is de reden dat jij zo hoopt dat je een druppel krijgt van degene... In de zin van... Dat ik mezelf opwerk als ik een interview voorbereid... en ik ben alleen maar interviewer, ik ben geen maker... dan werk ik me tot een soort lichte verliefdheid op. En dan wil ik gewoon eigenlijk alles van je weten. Dat is interviewen. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik wel. Ja, nee, ik snap dat het voor jou is, maar dat... Dan ben ik bang dat je wat te hoge verwachtingen hebt, althans bij mij. Bij iedereen, hoor. Ja. Oh, nou, ik dacht weer dat ik jou alleen ongemakkelijk maakte. Maar nee, iedereen. Nee, dat is niet het ongemak. Het interview is, ik hang aan je lippen, ik wil iets van je weten. In dit geval was het onderwerp ongemak. Maar goed, dat is eigenlijk al een beetje weg. Maar ik wil alles van jou weten en we spelen dat we hier een volkomen normaal gesprek hebben. Dat is interviewen, vind ik. Maar ik zeg toch net dat ik dat niet speel? Nee, we zitten hier toch in een theater te spelen? We zijn nu toch niet in een cafeetje elkaar toevallig tegengekomen? Nee, dat een interview dat is toch niet. Een dramatische setting? Een theatrale setting? Ja, ik weet niet zo goed. Ik bedoel, ik wil je niet teleurstellen, maar ik weet... Ik stel je helemaal niet teleur. Nee. Ik vind... De reden dat ik ze nu dan interviews doe, is omdat ik gemerkt heb dat... dat zo nu dan toch wel belangrijk is. En dat ik het ook soms leuk vind om iets onder woorden te brengen. Hoe ik bijvoorbeeld een kunstopvatting heb of hoe ik... om iets te vertellen over hoe ik iets maak, om iets recht te zetten. Dat vind ik leuk aan een interview. Wat ik leuk vond aan deze situatie is dat ik dan wel benieuwd was... wie er op mij afgestuurd zouden worden. Maar ja, dat of het een toneelstuk is, nee, ja, daarvoor is het... Dan moet ik weer leuk eindigen, maar ik zit er middenin. Dames en heren, Hanneke Groenteman. Micha. Dank je wel. Micha, jij ook. Je mag op die grote troon gaan zitten. Zo. En voor alle 3 geldt dus dat ik straks... En dat is ook echt een van de redenen waarom ik dat interview zo moeilijk vind. Straks thuis alleen maar zitten denken, waarom zei ik dat nou? En waarom heb ik dat nou niet gezegd? Ja. Maar laat ik je dan even als programmamaker zeggen dat ik het juist ontzettend fijn vind. En ik hoop ook dat ik namens het hele publiek spreek. Daar ga ik een beetje vanuit ook wel. Dat je juist iemand op een podium hebt zitten die deze twijfel heeft. Dus als de gelikte antwoorden die eigenlijk gisteren al bedacht waren ter tafel komen, dan hebben we er minder aan. Dus ook de worsteling, het zoeken naar goede antwoorden en die misschien morgen weer anders in je hoofd zitten. Dat maakt het wel dat je een hele fijne gast was vandaag. Dat gezegd hebbende, want deze 3 hebben het echte vuurwerk verricht. Meneer De Wolf, Willem, ik begin even bij jou. Volgens mij, ja, wat is jouw, begin even bij jou. Wat is jouw gevoel wat je erover hebt gehouden? Het viel mij meteen op dat Micha niet ophield met genereus te zijn. Want het eerste wat hij zei van, heb je je wel voorgesteld aan de mensen? Ja. Dus hij houdt toch blijkbaar nog steeds in het idee van, Willem en de Koe moeten toch nog steeds aan de man worden gebracht? Ja. En ja, dat is een beetje aanmatigend misschien. Nee, dat vond ik heel fijn. En
op een gegeven moment, bedoel, als je niet een professioneel of als je niet beroepsmatig interviewer bent, dan ontkom je er gewoon niet aan om jezelf eindeloos te bekijken als interviewer. Dus je bent behalve met je vragen en met het gesprek ook met jezelf bezig. En je vraagt je een aantal keren af, is dit niet te gespecialiseerd of zo? Of, maar wat, ik vond het heel fijn om over wankelmoedigheid te spreken. Ja. En dan kom je toch in een gebied waar je denkt van, ja, maar ik bedoel, alle kunstenaars zullen zeggen dat je niet zeker moet zijn. En dat je vanuit je onzekerheid moet werken. En dan gaat het uiteindelijk toch om degene die je daarin gelooft of niet. En dan geloof ik hem ook op zo'n moment. Ja. Het mooie is om te zien, ik heb me met mijn neus tegen dit schermpje aangekluisterd gezeten. Bij jou dacht ik te bespeuren dat eigenlijk als hij zijn vraag begon, dat je al vrij snel door had wat de portée van zijn vraag was. Zat jij nog een beetje, soms deed je nog een komma, nog een stuk erbij. Ja, maar omdat je toch twee echte makers hebt, wil je hem ook zodanig begrijpen dat je ook het antwoord wil geven wat hij naar op zoek is. Klopt dat? Nee, ik zat er even te denken, een beetje omgedraaide wereld. Ik zou ook wel heel veel vragen willen stellen. Ja. Dat was ook al een poosje geleden het plan dat we een keertje zouden afspreken. Voelt voor mij nogal een beetje raar om aan jou uit te gaan leggen wat mijn creatieve proces is. Ik ben veel benieuwd hoe jullie dat doen, gewoon omdat dat mij heel erg inspireert. Maar toch lukt het hem, want je hebt ons echt deelgenoot gemaakt van die worsteling en die zoektocht. Van wat ben je eigenlijk? Hoe kom je tot creatie? Daar heb ik wel over nagedacht. Dus daar vind ik ook altijd leuk om over te praten. Ja. Ik vond het, was het je debuut als interviewer eigenlijk? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik heb wel eens mensen vragen gesteld, maar niet in deze context. Ja, ja. Debuut geslaagd, dames en heren. Willem de Wolf. Ja, Stefano, je hebt ons natuurlijk met ons allemaal, heb je ons eerst minutenlang meegenomen in eigenlijk de setting van zoals jullie koffie drinken. Hè? Gewoon ontspannen, en, alsof er geen publiek was. En dan ineens. Ja, het was niet helemaal de bedoeling. Maar dat is altijd dus het interessante van een gesprek. Ik merk ook dat ik niet goed ben in korte gesprekken voeren. Want ik hou ervan om alles helemaal uit te zuigen. Dus ik wilde eigenlijk gewoon een korte vraag stellen en dan meteen erin. Maar die korte vraag duurde dan al 5 minuten. Na 5 minuten ruim komt de vraag, waarom ben jij bang? Ja. En toen viel er een hele lange stilte. Ja. Was dat omdat je meerdere antwoorden... Micha, was dat omdat je meerdere antwoorden... Nee, ik moet de juiste kiezen? Of was omdat het echt... ik gewoon op een gegeven moment besloten heb... juist omdat ik zo vaak op de fiets denk... waarom heb ik dat nou gezegd? Dat ik geen antwoord geef, dat ik gewoon even nadenk. Ja. Voordat ik... dat heb ik niet eens zelf bedacht. Ik zag dat een keertje Wim Helsen dat doen in een talkshow op televisie. Er werd hem wat gevraagd. En toen was hij heel lang stil. En toen was een soort paniek aan die tafel... Terwijl hij was gewoon aan het nadenken, dacht ik, ja, dat mag natuurlijk gewoon. Ik mag toch gewoon nadenken. Dus ik dacht, ja, ik wil je wel een eerlijk antwoord op geven. Het kwam nogal uit de lucht vallen, dus daar ga ik even over nadenken. Ja. En vind dat niet zo erg. Helemaal niet. Nee. Het grappige was, het woord ongemak komt natuurlijk bij Hanneke langs. Het grappige was, ik bedacht me eigenlijk tijdens die stilte, is dit nou een ongemakkelijke stilte of niet? Ik had zelf het idee van niet. Jij, Stefano? Ik vond het inderdaad juist heel prettig. Ja. Want meestal als ik deze vraag stel, dan roepen mensen meteen... ik weet helemaal niet of ik bang ben of ik ben helemaal niet bang. Maar je ging erover nadenken. Dus dat was al meer eer dan ik had ingekocht eigenlijk. Maar dat is heel prettig. Volgens ze wel een kleine tip zeggen dan niet bij dat je die vraag aan iedereen stelt. Dat maakt het persoonlijke randje iets minder, zou ik maar zeggen. Nou, ik dacht, kijk, ik vind het een van de meest asociale vragen om te stellen. En ik voel me ook ergens vies dat ik zo'n vraag aan jou stel. Ook omdat het uit de lucht komt vallen. Dus ik zet je dan voor een soort blok in een setting die al redelijk geforceerd is. Maar door dus te zeggen dat ik hem aan iedereen stel, wat ook zo is, want ik stel deze vraag heel vaak op het podium... Of als ik jongeren begeleid. En ik had het gevoel dat ik toch wel op de een of andere manier... Ja, kwam je bij die vraag? Nou, sorry, uiteindelijk is het volgens mij de kernvraag van het leven. Dus de angst is hetgeen wat je tegenhoudt om te doen wat je wil doen.
Dus een angst is uiteindelijk de barrière die je nog hebt voor de utopie waar je in wil leven. Ik denk dat door daarover na te denken en om dat te benoemen, maar ook om te benoemen dat we allemaal bang zijn, komt er een eerlijkheid in een gesprek. Ik vond nog een ander thema, wat ook aan het tweede gedeelte langskwam, maar niet helemaal bij de kop gepakt. Was het volgens mij ook het gezamenlijke thema eenzaamheid? Ja, dat is een gezamenlijk thema. Ja. Mooi. Ja, jij bedoelt nu gezamenlijk. Ja. Ik doe het ietsje. Je weet waar je het over hebt. Ja. Ja. Dat schept een band. Ja, hè? Ja, dat weet ik. Vanuit dit ongemakkelijke moment, Hanneke. Oh. Ja, ik voel me een beetje, natuurlijk een beetje opgeruimd. Ik had van tevoren tegen je gezegd dat ik er iets over zou vragen even. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik heb het als een heel spannend, bijzonder, ook een beetje gek interview heb ik naar zitten kijken. Hoe heb jij het beleefd? Ook. Oké. Okay. Wil je er nog wat kernachtige woorden aan toevoegen? het zweefde tussen mislukt en heel ongemakkelijk. Ja. Ik had ook het gevoel, maar dat is helemaal mijn gevoel, en dat tekent mij veel meer dan Micha, dat hij teleurgesteld was. Dat hij dacht, Hanneke, maar... Ja, nee, maar ik mag... Nee. Wacht even, Micha. Dus... Ja, jouw gevoel doet er vandaag niet toe. Ja, nee. Nee, maar wacht even. Kijk, deze keiler eroverheen, die grijp ik nu even erbij. Wat mij nou fascineert is... een paar aanloopvragen en dan stelt ze die situatie voor die dus meerdere keren voorgekomen. Het ongemak dat ze een soort van ontzag, dat ze misschien dom overkomt om na de afloop naar je toe te gaan. Ik zou gevoelsmatig denken, als iemand zich zo kwetsbaar opstelt, dan behandel je die kwetsbaarheid met enige egaar. Jij dert er nog een verdieping onder dat ongemak. En ik vraag me, dat moet jij beslissen op een moment. Want in feite zet ze de luiken open en wil ze een gesprek gaan vanuit een persoonlijke beleving die nou niet per definitie blinkt vanuit zelfvertrouwen. Ja, maar het was ook het begin van dat ik dan misschien moet ik jou daar dan over interviewen. Ik zat net nog even na te denken. Het eindigde wat minder rond dan de eerste twee gesprekken. Ja, twee dingen. Er is een interview met jou met Ischa Meijer, wat ik een poosje geleden op een podcast luisterde, waarin jij echt beter was dan Ischa Meijer. Dat was echt, Ischa Meijer werd vervelend en jij bleef heel erg jezelf. Nog één voor het zelfvertrouwen dan. Is serieus met plezier naar geluisterd. Terwijl ik dat vaak een goede interviewer vind. En de andere is dat ik denk dat misschien dat het niet helpt dat het gesprek ging over een interview en over mij. Dat jij misschien meer, dat het makkelijker was geweest om gewoon over een voorstelling te praten. Waarom heb je die voorstelling gemaakt? Waarom heb je dit gedaan? Dus dat, ik vind het zelf ook heel moeilijk als het teruggebracht wordt tot een soort existentiële vragen over wie ben jij als kunstenaar en zo. Ik wil graag het liefst praktisch hebben van waar staat je bureaustoel. Daar kan ik eigenlijk veel langer over praten. Ja, snap ik. En dat is natuurlijk ook meestal de setting waarin ik een interview geef. Deels uit opportunisme, omdat ik denk, nou, mensen moeten nu weten dat er een voorstelling is. Dus dan ga ik interviews doen. Maar dat is ook de reden dat ik interviews heel erg vervelend vind. Is omdat als de voorstelling net af is, is het bij mij nog heel rauw. Wil ik er eigenlijk niet over praten. Omdat alles wat ik op dat moment te zeggen heb, zit in de voorstelling. En dan moet ik opeens dus een soort gesprek hebben. En daarom is het eigenlijk altijd een... ik zou het liefst een gesprek over een voorstelling hebben. Helemaal aan het eind van de tournee. Als er geen kaartjes meer te verkopen zijn. En nu kunnen we het erover hebben. Maar dan is er opeens niemand meer geïnteresseerd. En dan denk ik misschien ook van ja, waarom... Maar dat maakt het heel ingewikkeld, vind ik, om dit soort interviews. Dus dat verklaart misschien mijn ongemak. Slotvraag luidt natuurlijk, wat doe je bij de volgende voorstelling? Vlieg je me in de armen na afloop? Nee. Nee? Nee. Ja, maar het is leuk als je even hallo komt zeggen, hoor. Natuurlijk. Dat is wel iets wat ik zelf ook geleerd heb. Ik dacht altijd vroeger ook van, ja, moet ik nou wat zeggen? Ja, dat vind ik. Maar vergeet niet dat dat is in Amsterdam soms net iets meer. Maar zelfs in de kleine komedie heb ik opgetreden. Dan gaat iedereen naar huis en denkt, nou, dat was het. En soms zit er iemand die, die is helemaal niet langsgekomen. Zegt, ja, nee, ja, ik wil je niet storen. Ik denk, ik had best leuk gevonden om even te zeggen, oh, wat leuk dat je er was. Dat is helemaal niet zo erg, ook voor het publiek. Ik geloof dat er weinig kunstenaars zijn die het vervelend vinden als ze na afloop van iemand te horen krijgen van, hey, bedankt, was een leuke avond. En daar kan je zelf heel erg opgelaten over voelen. Maar dat is een van de dingen die ik geleerd heb, dat als ik
onderweg naar huis gaat, dat het net iets leuker is als er nog iemand zei van, ik wil even zeggen dat ik het heel leuk vond. Goeie tip. Ik vind het een geweldig laatste zin. Wij vonden het heel leuk dat je er was. Dames en heren, onze hoofdgast van vandaag, Micha Wertheim. Geef ons alle drie, de journalisten, nog een warm applaus. Dank jullie wel. Ja, dat applaus is helemaal voor jullie allemaal. Dank jullie wel. Dames en heren, wij nodigen u natuurlijk van harte uit om aan de bar nog even met ons gezellig even na te praten. Maar pakt u in de agenda even de volgende datum erbij. Zondag 7 november in dit theater, ook op zondag eveneens om 4 uur. De televisiedirecteur van de Nederlandse publieke omroep, Frans Klein, is dan onze gast. We hopen dat u er weer dan in zulke groot getale bent. Voor nu, dank voor het komen. Tot de volgende keer.